hè? Hallo? Weet jij misschien of je hier gewoon kunt parkeren of een bekeuring krijgt? We hebben geen kaarten. En dat is hopelijk dat het niet gecontroleerd. Nou, meestal verschuil ik me hier zo. Afgelopen, jongen. Niet normaal, man. Niet normaal. Ik ga bij Sterk. Niet maar op levens. Mooi wat ik zeg, hè? Wat verwacht je van vanavond? Ja, niet al te saaie vragen. Nee, ik ben net begonnen, hè? Ja, oké. Okay. Ja, wat verwacht ik vanavond? Ja. Volle bak, rellen en... Ja. Weet ik veel. Ja. Maar volgens mij loopt het behoorlijk goed vol. En dat is al een beetje boven verwachting eigenlijk. Ja, het is nog vol. Vanwege die kutdonna's dacht ik van... het zal wel weer flink flappen worden hier. En, ja. Punk is hij niet. Waarom heel erg punk 4? Nou, omdat, kijk, als ze het heel erg punk 4 hadden genoemd, hadden mensen in verwarring geraakt. Dan hadden ze gedacht dat er weer 16 nieuwe bands zouden staan. Maar we hebben vanwege dat 2001 gedoe juist besloten om het juist een soort best-of van te maken. Omdat, ja, we wouden gewoon dat beste bands in Rotterdam een beetje naar voren schuiven. Yeah.
Hij is weg. Hallo. Kijk. Je moet een beetje in de microfoon praten. Okay. Veel interviewtjes gedaan. Dat valt eigenlijk wel mee. Dus jullie spelen als tweede band vanavond. Zin in? Ja, ik ben heel zenuwachtig. Jullie zijn bezig met invouw van... Eerste CD. Ja. Vertel eens. Die hebben we opgenomen vorig jaar oktober. Het heeft even een tijdje geduurd, met de afsporen hebben we die opgenomen. En op de oefenruimte staan 8 nummers op. En hij is vanavond voor het eerst te kopen voor €8,50 per stuk. Oh, hartstikke mooi. Lady Di, bedankt. Misschien heel veel succes in ieder geval voor straks. Het gaat eraf. Zweren ze. Nou, die staat erop. Ja. Dim, je moest zo gaan beginnen. Om over 20 minuutjes. Ben je zenuwachtig? Nee, als alles een beetje leuk zou gaan, niet. Maar ja, vandaag natuurlijk weer eens niet. Maar ja, dat kan ik er wel achter. We spelen vaak genoeg kut. Dus nou ja, goed, niemand merkt het ooit. Maar hoezo vandaag niet? Heb je een zware dag achter de rug vandaag? Nou nee, gerust niet, maar ik klop geen rol van. Ik vergeet wel eens wat en zo, en vooral je hoofd. Uiteraard, maar je ziet er nog redelijk fit uit, nog 20 minuten, dat moet goed gaan. Ik heb nog niet gedronken. Dat is een beetje van tevoren bedacht, zeg maar. Erg goed, Dim. Wat verwacht je van vanavond? De zaal loopt behoorlijk vol op het moment. Lady Di komt nu van het podium af. En dat ben je niet? Ja, dat ben ik wel. Oh, dus ik moet eigenlijk nu weg? Nou, je hebt nog 20 minuutjes. Ja, maar dat is dan wel een beetje het einde van het interview, vind ik toch. Want ik heb nu mijn tijd om te stressen natuurlijk. Nou, je moet nog een beetje indrinken. Nee, niet eens, want dan gaat het fout. Dan gaat het allemaal veel langzamer als het moet, zeg maar. Heel erg naar mijn zin, maar ik geloof dat ik naar het podium moet, want Niels was heel boos. Ik moet niet hebben. Ken je Niels?
welkom hier vanavond. Stel je eens voor. Ben ik werk voor het Kado Waterfront. Snaartje gesprongen? Nee. Hè? Neem hem maar eens. Maar Giet, heeft snaar gebroken? Nee, nieuwe snaren erop. Oh ja, ja, ja. Versleten, of wil je helemaal goed voor de dag komen met je nieuwe set? Ja, anders breek ik ze als ik er niet nieuw opzet. Dus... Ja, dan moet je het halverwege weer doen. Wat zeg je? Anders moet je het halverwege weer doen. Ja, en dat we hebben maar een half uur, dus dan gaat het mis.
bent van de platentoestand van Oil? Ja, ik ben de platenbaas, geloof ik. Oh jee. Dus je bent de concurrent, zeg maar? Nou, dat geloof ik niet echt. Nou, volgens mij hetzelfde in ieder geval niet. Nee, mij ook niet, hoor. Oh, oké, dat is goed. We komen jullie even interviewen. Oh. Ja. Ja. Zijn jullie zenuwachtig? Nee, ja, ik sta met mijn broek open en jij staat binnen. Ja, maar ben je dan zenuwachtig? Nou, een beetje. Een beetje, maar voor dadelijk. Nee, we zijn voor dadelijk niet zenuwachtig. Niet zenuwachtig? Nee, joh, we zijn oude rot in het vakje. En jullie hebben pas een nieuwe plaat uitgebracht? Dat klopt. En loopt het? Hij moet nog uitkomen. In juni komt hij officieel uit. En ben jij zenuwachtig? Ja, een beetje wel. Ik ben nog altijd wel, ja. Oh. Dat is goed. Ah, je moet wel een beetje de zenuwen hebben, de twister zenuwen. Anders, je moet die adrenaline hebben, weet je wel. Als het je niks meer doet, dan moet je stoppen met de band, hè? Ja. Zijkstraal, zeur, dit is de woord.